Met dit filmpje laat ik je zien hoe je de tafels van 6, 7, 8 en 9 uit kan rekenen met behulp van je handen. Ik noemde het uitrekenen, maar eigenlijk is het een trucje. Als je de tafels nog niet kent op het moment dat je 12 bent, dan mag je het op deze manier gaan doen. Als je nog geen 12 bent, probeer dan eerst op de normale manier de tafels te leren. We nummeren alle vingers van 6 tot en met 10 vanaf je duim tot aan je pink. Dit doe je op beide handen. Dit kan in gedachten of je schrijft de nummers erop. Ik leg het uit aan de hand van een voorbeeld. Stel, we nemen 6 keer 7. Aan de linkerhand nemen we de 6. Aan de rechterhand de 7. En we zetten een cirkel om alle vingers die tussen die 6 en die 7 in zitten. Dit zijn 3 vingers en dat zijn de tientallen. We hebben hier 3 tientallen, dus 30. De vingers daarbuiten zijn aan de linkerhand 4 vingers, aan de rechterhand 3 vingers. Die vermenigvuldigen we met elkaar. 4 keer 3 is 12. Deze aantallen tellen we bij elkaar op. 30 plus 12 is 42. 6 keer 7 is 42. We gaan nog een voorbeeld nemen. 8 keer 8. We zetten een cirkel om de vingers van de 8 tot en met de 8. Dit zijn 6 vingers. 6 tientallen is in totaal 60. Aan de linkerhand hebben we 2 vingers over, aan de rechterhand hebben we 2 vingers over. 2 keer 2 is 4. 60 plus 4 is 64. 8 keer 8 is dus 64. Nog een laatste voorbeeld. 9 keer 7. We zetten een cirkel om de vingers van de 9 tot en met de 7. Dit zijn 6 tientallen, is 60. Aan de linkerhand blijft 1 vinger over, aan de rechterhand blijven 3 vingers over. 1 keer 3 is 3. 60 plus 3 is 63. 9 keer 7 is dus 63. Dit waren 3 voorbeelden en met een beetje oefenen kan je ze allemaal maken van de tafels van 6 tot en met 9.